Onze gynaecoloog, zijn hoofd moet er nog op, want anders kan hij niet binnen. Die doet de bevalling van deze tulpentaan. Op papier stond de wagen er al, maar in de praktijk nog niet. Tientallen vrijwilligers van bouwclub Wij in Bergen op Zoom zijn afgelopen maanden druk bezig om de carnavalswagen op tijd af te krijgen. In principe gaat alles mee en alles wordt afgespoten. Ja, en daar zijn we nu volop mee bezig. Maar het komt helemaal goed. Het zal een mooie wagen worden. In Bergen op Zoom moet nog veel gebeuren, maar ze hebben nog tot dinsdag voor de optocht. In Den Dungen niet. Daar gaat in deze sporthal het feest morgen al beginnen. Basisschoolkinderen en jongeren uit de hele regio kunnen hier feesten met optredens van Slam FM, Stuk TV en DJ Ruud Veldkamp. En daar zijn ze best trots op. Het was best wel moeilijk ook om uit te vogelen wat vindt de jeugd echt leuk. En we willen met name de doelgroep tussen 12, 16, ook 16, 18... bereiken. Naar onze mening is dat wel gelukt. Ook in Veghel moeten ze opschieten. Daar staan vanavond al zo'n 1500 jongelui in deze immense tent. En ook morgen is het gezellig, dan zijn er ruim 6000 mensen aan het feesten. Het staat er heel goed voor. We lopen prima op schema voor wat betreft de voorbereidingen. De kaartverkoop gaat ook hartstikke goed. Voor vanavond zijn we zelfs al uitverkocht. En morgenavond zijn er nog enkele kaarten verkrijgbaar. Het is te hopen dat die duizenden feestgangers allemaal een kostuum hebben. Want in de feestwinkels zijn die niet meer aan te slepen. Dierenpakken heel erg, leger, het legerassortiment, indianenkostuums. Verwacht ik dat net zoals gisteren, dan kun je bijna nergens meer door. Dan kun je over de koppen lopen, zeggen ze wel eens. Hè? Alsjeblieft. Ja. Houdoe.